Vandaag nemen we een kijkje in de tuin van Pauline. Ze krijgt sinds november bezoek van een wel heel bijzondere gast. Elke dag komt Robbie Roodborst vrolijk haar tuin binnengevlogen voor weer een nieuwe fotoshoot. Vandaag ga ik proberen een foto te maken van Robbie Roodborst met de regenboog die heb ik zojuist neergezet. Pas vanaf vorig jaar november dat het me opviel dat hij echt elke dag kwam. Dat, ja. Daarvoor was er ook wel eens een roodbosje, maar nu voelde het toch anders. Op een gegeven moment uh, kwam hij zelfs naast me op het bankje zitten... terwijl ik een kopje koffie zat te drinken. En ja, vanaf dat moment uh, kon ik eigenlijk heel makkelijk de foto's maken van hem. Paulien heeft begrepen dat roodbosjes erg territoriaal kunnen zijn. Maar daar heeft ze weinig last van. Iemand zei ook tegen mij dat het roodbosje op een gegeven moment... mij als onderdeel van zijn territorium zou kunnen zien... Waardoor hij mij tolereert in zijn territorium. Ze zit niet de hele dag te wachten op Robbie. Maar voelt zijn manier van vliegen aan. En weet zo precies wanneer hij er is. Ik wacht niet de hele dag. Ik zet vaak s ochtends iets neer. En dan ga ik gewoon mijn dingetjes doen. Maar inmiddels herken ik wel zijn manier van aanvliegen in de tuin. Dus ik zie vanuit mijn ooghoek. Zie ik iets bewegen. En denk, oh, dat is die. En vaak is dat zo. En dan. Uh, mijn camera staat dan al uh, steentje bij. Dus dan uh, maak ik snel de foto. Hij komt elke dag. Nou, heel af en toe een dagje niet en dan ben ik een beetje ongerust. Maar uh, ja, hij komt eigenlijk wel elke dag. Door haar overleden vader heeft Pauline nog een extra speciale band met Robbie. Eigenlijk heb ik al 30 jaar een soort vaccinatie voor roodbosjes. Mijn vader is 30 jaar geleden overleden. En die heeft altijd gezegd: Als ik doodga en er bestaat zoiets als reïncarnatie, dan kom ik als roodborstje weer terug. Dus vanaf dat moment zijn roodborstjes bij ons in de familie altijd wel. Jij ja, staat een beetje symbool van mijn vader. Het is niet dat ik daar nou, als ik een roodborstje zie, direct mee bezig ben. Maar het is wel. Uh... Ja, het is wel de fascinatie, zeg maar, toch voor de Roodborstje. Ondertussen zijn bijna alle spulletjes in en rondom het huis van Pauline al gebruikt. voor foto's met Robbie. Ik heb inmiddels al zo ongelooflijk veel foto's dat ik. <laughs> dat ik... Ja, het hangt ook een beetje af van de attributen die ik weer uh, vind. Of bij buren vind. Of uh, mijn eigen huis is, uh, is uh, een beetje klaar. Ik ga zelf wel op zoek nog naar, uh, naar nieuwe spullen. Dus ik heb net bij een aantal buren weer wat uh, spullen opgehaald. Dus ik kan voorlopig weer even uh, vooruit. Pauline hoopt natuurlijk dat Robbie nog lang op de koffie blijft komen. Maar ze heeft ook nog een andere wens. Een wens voor Robby. Ja, ik hoop natuurlijk dat hij met een vriendinnetje of met zijn vrouwtje hier komt en dat er een nestje komt. Dat zou ik natuurlijk heel erg leuk vinden.